Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe video. Mijn naam is Jo Jung en jullie kijken vandaag naar een super leuke video waarin ik al mijn items van My Jewelry ga laten zien, ga omdoen en ga passen. En het leuke van deze video is dat er op het einde een leuke winactie voor jullie is. Ik mag namelijk 100 euro shoptegoed winnen. Wil je nou weten hoe je dat kan winnen? Kijk deze video af en dan op het eind ga ik vertellen wat je allemaal daarvoor moet doen. Eerst ga ik dus met jullie mijn pakketje laten zien. De sieraden die ik trouwens zo om heb, die zijn ook van My Jewelry. Dus dan weten jullie in ieder geval waar die vandaan komen. Sommige dingen had ik dus al uitgepakt omdat ik gewoon veel te excited was. En ik wilde al heel graag mijn ringen omdoen. Dus degene die ik al heb uitgepakt is als eerst deze supermooie ring. Dit is een grote zegelring. Met een wit parelmoer steentje of zoiets. En in de kleur goud. Je hebt deze dus ook in het zilver. En ik heb deze in een maat 18 genomen. Ik weet nooit zo goed wat mijn ringmaat is. Maar bij My Jewelry past een maat 18 past vaak om mijn wijsvinger en om mijn middelvinger. En deze wilde ik heel graag om mijn wijsvinger doen. Dus dat is dit. En een maat 17 past vaak om mijn ringvinger. En deze ring heb ik in een maat 17. Dit is een gouden ring met een schuin vlak. Heel erg leuk. Dus die doe ik hier zo om. Dan heb ik hier dit. Dan heb ik hier zo twee hele smalle ringetjes. Dat is deze. Met een soort van patroontje zit erin. Echt super leuk. Die doe ik dan hier om mijn middelvinger. Nee, waar deed ik deze nou? Deze deed ik om mijn middelvinger. En dan heb ik er nog eentje. En die ga ik ook om mijn middelvinger doen. En dat is deze. Dit is echt een van mijn favorieten. Met allemaal schattige kleine hartjes. En deze heb ik dus ook in een maatje 18 genomen. Dus die gaat om mijn middelvinger. En dan heb ik deze hand vol met ringen. En ik hou dus echt van super veel ringen. Ik vind het echt heel erg leuk als ik gewoon heel mijn handen vol heb. Sommige mensen vinden het echt too much. Maar ik vind het echt super leuk. Dus dit is dan mijn combinatie. Nou, ik vind hem echt heel gaaf. Even kijken. De andere ringen trouwens die ik om heb, dat zijn deze. Dit is een soort croissantring. En dit is met mijn geboortejaar. Dus dit is dan de combi ringen die ik draag. Dan heb ik ook nog een aantal oorbelletjes gekregen. En dat is eerst deze. Deze zijn 17,95 en ik heb deze in het goud. Heel erg leuk. Ik ga ze even uitpakken. Ik dacht dus dat je deze ook in een grotere en een kleinere maat hebt. Maar ik vind zo'n middenmaatje wel leuk. Of dit zijn volgens mij de kleintjes, dat kan ook. Ze lijken een beetje al op die ik al in heb. Alleen heeft deze net een andere sluiting. Ik zal deze even uitdoen. Deze ringetjes trouwens die ik in heb, die zijn ook van My Jewelry. En die kun je dus ook in het groot krijgen, in het kleine en in dit maatje. Het zijn echt hele fijne basic ringetjes. En wat ik dus heel erg fijn vind bij My Jewelry is dat het is niet allemaal echt goud. Maar het is wel allemaal goud dat niet verkleurt. Dus dat is echt super fijn. Dus het lijkt wel allemaal echt. En ik krijg ook niet... soms krijg ik van die groene ringen. Of van die groene kringen om mijn sieraden heen. En dat krijg ik dus ook niet bij My Jewelry. En dan zijn dit de ringetjes met een soort van gedraaid effect. Ik vind ze echt heel erg leuk. Dan heb ik nog een paar oorbellen. En dat zijn deze kleine ringetjes. En dit zijn een beetje van die ouderwetse oorbelletjes. Een beetje van vroeger. Ik vind ze echt heel erg leuk. En deze waren ook 17,95. En ook deze zijn er in een groter maatje. Ik zal deze even in mijn andere oor doen, zodat jullie het kunnen zien. En dit zijn dan de andere. Ook heel erg klein en subtiel. Maar zijn vooral heel erg leuk, denk ik, voor in mijn tweede gaatje. En als ik dan een grotere oorbel in heb. Echt heel leuk om deze te matchen met andere. Oké, dan heb ik nog één paar oorbellen. En dat zijn wat grotere ringen. En deze vind ik echt super leuk. Dit zijn denk ik echt mijn favorieten van wat ik heb binnengekregen. Dit zijn dus gouden ringen met pareltjes aan de zijkant. En deze waren 22,99. Alle oorbellen die ik trouwens vandaag heb binnengekregen, die hebben een beetje een soortgelijke sluiting. En dat is een sluiting met, zeg maar, zo'n dat je hem kan klikken met een staafje. En
Deze ringen hebben dat ook. Met hetzelfde staafje. En deze oorbel matcht echt super leuk bij deze ring. Dus ik ga even kijken hoe het staat bij mijn outfit vandaag. Misschien hou ik ze wel gelijk in deze oorbellen. En dan zijn dit de oorbellen. Je ziet niet heel duidelijk dat het parels zijn. Volgens mij. Tenminste op camera. Maar misschien in het echt wel. Maar ik vind het wel leuk dat je zo'n wit randje ook erbij ziet. En als laatste heb ik dus nog een kledingstuk uitgekozen. En dat is dit heerlijke topje van badstof. Ik heb dus nog nooit kleding gehad van badstof. Maar het zit volgens mij zo lekker. Het voelt ook heel leuk aan. En het geeft een beetje een volwassen effect. Dus ja, dat is deze. Ik heb hem in een maatje M. En aan één kant is het gewoon zo een naadje. En aan de andere kant zit er een trekkoordje. Dus dat geeft ook wel weer een leuk effect. En hier kan je hem dus aantrekken. Dan wil ik jullie nu wat meer vertellen over de winactie. Ik mag dus 100 euro shopping money weggeven. Super leuk. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik dit aan jullie, aan één van jullie kan weggeven. Wat je moet doen is abonneer op mijn kanaal. Abonneer op het kanaal van My Jewelry. En zet even in de reacties als je mee hebt gedaan. En zet ook eventjes je e-mail of een Instagram account erbij. Zodat we je in ieder geval kunnen benaderen. Als het goed is word je benaderd door My Jewelry als je hebt gewonnen. En we maken de winnaar over volgens mij precies een week bekend. Dus houd het allemaal even in de gaten. En check ook even de beschrijving. Want als ik hier iets verkeerd heb genoemd, dan staat het in ieder geval in de beschrijving helemaal perfect. Ook zal ik al mijn linkjes van de producten die ik in deze video heb laten zien, zal ik in de beschrijving zetten. En was dit mijn video. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alles. En om natuurlijk deel te nemen aan de winactie. En dan hoop ik jullie te zien in een volgende video. Doei!